Timothy, 1-2, een verdiende overwinning voor STVV, of niet? Ik denk dat wij van in begin van de wedstrijd wel veel balbezit hadden. Dat we druk naar voren proberen te zetten, maar dat we eigenlijk van in begin eigenlijk die kans tegenkrijgen dat we een beetje gewaarschuwd waren. En dat we daarna de goal dan tegenkrijgen een beetje dezelfde manier, dat ze er doorheen komen. Maar ik denk dat wij ook eigenlijk verdiend op de 1-1 kwamen en daarna het jammer genoeg weggegeven hebben. Terwijl dat ik denk dat wij degene waren die misschien op 1-2 hadden kunnen komen, maar het is zonde dat je hier vandaag verliest. Het is al vaker gebeurd dat we achterkomen, dan gelijk maken en erover gaan. Waarom is dat vandaag niet gelukt? Ik denk dat de intenties daar wel waren. Ik denk dat wij vaak genoeg in de positie zijn gekomen die ons misschien een goal zou kunnen gegeven hebben. Alleen die hebben we niet afgewerkt en dan zie je dat hun goed met de ruimte omgaan en dat hun dan afmaken met op de counter met 1-2 te maken. Zijn we misschien te weinig scherp, wat te laks bij momenten geweest? Dat weet ik niet. Ik denk dat we, ik heb volgens mij dat net gehoord dat we meer dan 20 keer op de goal hebben, een kans hebben afgedwongen. Als we dan maar 1 keer kunnen scoren, dan is dat wel aan de weinige kant. Dus dat moet beter. En ook natuurlijk als je 2 doelpunten tegen krijgt thuis, dat moet ook beter. Dat moet ook valeren.